Rivie vrienden, hoe is het? Heel goed. Mooi hè, weekend voor het deurtje. Altijd prima. Dan ben ik heel vrolijk. Dan heb ik er ook zin in. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Hé, heb je nog zin in? En kijk nou toch. Bier. Heerlijk. Gek op bier. En nu hoor ik jullie denken, oh, hè? Koude flesjes bier. Achmetje heeft dat opgestuurd. En Jan heeft nooit geweten dat dat zomaar opeens onder het doosje terecht is gekomen. Dat is flauw, want dan ben je een concept aan het verpesten. En we kunnen toch ook met z'n allen net doen alsof Achmetje dat daadwerkelijk heeft gedaan. Nou, in dit geval heeft Achmetje dat dus niet gedaan. Want dit is weer opgestuurd door de vrienden van Beer Store XL. Link onder de beschrijving. Oh, meneertje koekenpeertje commercieel aan het doen en laat ze betalen. Beer Store XL heeft geen fuck betaald voor deze review. Behalve dat ze me dat bier hebben opgestuurd. En als jullie ook goederen hebben, en dan heb ik niet over oude troep van je oma, hè, maar als je een bedrijf hebt en je verkoopt wat en je wilt me die toesturen, kan dat ook. En dan ga ik het ook gewoon proeven. En dan zeg ik ook of ik het lekker vind of niet. En als ik niet te vreten of niet te zuipen vind, vertel ik dat ook, want ik ben onafhankelijk. Spectaculair, ben ik ook. Ik ben onafhankelijk en spectaculair. Dus niet zeuren. In ieder geval, Beer Store XL, bedankt voor het opsturen. Ik ga proeven. Misschien vind ik het dus gehoord en dan zeg ik dat. He? En dan is dat jammer voor Beer Store XL. Maar voor hetzelfde geld zeg ik, het is heerlijk. Dat is dan weer prettig voor Beer Store XL. Ja, zo is het leven. Nou ophouden de gezeur. Nu heb ik een tijdje geleden gezegd dat ik geen bieropener heb, maar alleen, hoe heet zo'n ding? Een blikopener waar ook een bieropener op zit. Vreemd eigenlijk voor iemand die best wel veel bier drinkt. En toen ging mijn zoontje met een vriend van hem op vakantie naar Ibiza. Hè? Ibiza, ik ga er niet heen, naar dat hippe eiland. Ze willen mij niet, ik wil hun niet, prima. Maar mijn zoon ging dus naar Ibiza en die nam voor zijn vader een opener mee. Met een magneetje, vooraan de koelkast. Eerst een lief kind, ik dacht het wel, ik weet het wel zeker. En toen pakte ik het dus om deze flesje te openen. Toen liet ik het vallen en nu is hij stuk. Dat is mijn klote. Nou ja, ik moet het dan maar proberen te lijmen. Maar het is dus gemaakt van steen. En daarom is het gebroken. Maak het godverdomme gewoon van plastic, joh. Maar goed, het is wat het is, David. Ik zorg dat het gemaakt wordt. Ik ben er nog steeds zo blij mee. We gaan bier proeven. Wat hebben we hier? We hebben hier Malle Jonker. Brouwerij Vrolijke Jonker. Trippel. Een trippeltje. Is het lekker? Ja. Is het goed? Ook mooi. Heerlijk bier uit het Westerkwartier. We hebben hier Pojala. Pojala. Wat de hel is dat? Pojala. Citrus forward bier met orange, koriander, Himalaya zout. God, wat een gedoe allemaal zeg. Maar waar komt het vandaan dan? Uit Estonia. Uit Estland. Ik dacht al eerder dat het Hawaii was. Pojala. Gewoon uit Estland. Dan hebben we hier. Wat staat hier nou weer? Gottai on pineapple pie. Belgian strong ale BA whiskey. Flavored with pineapple, vanille en cinnamon. Hier snap ik geen ene hol van. Ananas, kaneel, vanille, bier, whisky. Ingewikkeld. Druk en ingewikkeld. Er zit heel veel in dit flesje. En meestal is veel niet goed. En dan hebben we hier Delirium Tremens Strong Blond Beer. Deze heb ik al eens eerder gedronken volgens mij. Dat is een hartstikke leuk biertje. Uit België, nou hartstikke mooi. Laten we gaan proeven. Ik heb in heel veel bieren geen zin in. Bijvoorbeeld in deze en in deze. Proef maar. En waaruit kan je beter proeven dan uit een glas? We beginnen met de Palahayayahai. Ruikt niet lekker. Nee, ruikt gewoon niet lekker. Ziet er ook uit als stevige ochtendurine na een avondje zuipen. Pineapple, whisky, cinnamon, kaneel, weet ik het allemaal. Die ruik ik niet, wat raar is als je werkelijk alles wat je in je kastje hebt staan in je biertje meetert. Dan hebben we natuurlijk de Delirium. Wat voor kleur is dat nou weer? Die is wat meer geler. Die ziet er een beetje meer als pilsner uit. En dan hebben we hier... Die Malle Jonker. Nou, ook hartstikke leuk. Oh, dat is ook niet helemaal goed gegaan. Heeft ook iemand blaasontsteking.
Hartstikke goed. Hier is de schuim al kapot geslagen. Hier doet het nog een beetje mee. Terwijl ze komen allemaal schoon uit de vaatwasser. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik begin met de Poljala uit Estland. Daar zit dus sinaasappels in. Daar zit koriander in. Himalaya zout. Een hele hoop gedoe. En ook nog een house culture of lactobacillus. Het zal wel. Nou. Hij stinkt. Hij ruikt. Inderdaad. Citrusvrucht en koriander. Getverdemme. Getverdemme. Oh. Dat was de eerste en de laatste slok van Poljala ooit in mijn hele leven. Want ik zal je vertellen waar het naar smaakt. Kennen jullie het gegeven dat je hebt overgegeven, dat je op een gegeven moment, omdat je lichaam het nog steeds kwijt wil, gal begint te koren, dat je... En dan komt er zo'n heel klein stroompje van dat hele bittere, smerige gal uit je keel lopen. Tranen billen over je wangen. En die smaak, dat is een smaak, iedereen kent die smaak. Hebben ze in Estland in een flesje gedaan. Getverdemme. Ik hoef er nooit meer een... Getverdemme. Of is hij verlopen? Is hij oud of zo? Is het verrot? Nee, het is gewoon ook niet verrot. Het is gewoon... Getverdemme, wat vies. Goed. God tie on the pineapple pie. Vanille, kaneel, ananas en whisky. Bier. Nee. Ruik naar ananas. Smaakt erg naar kaneel. Het smaakt eigenlijk naar appeltaart. Ananas vind je niet helemaal terug. Vanille vind je terug. Je vindt het kaneel terug. Whisky vind ik niet terug. Dus het hele ananas verhaal, het hele spectaculaire pineapple pie, is eigenlijk verlopen. Is hij vies? Nee. Nee, hij is niet vies. Hij heeft een beetje erg zoete afdronken. Dat komt natuurlijk door de vanille, dat komt door het fruit. Kaneel helpt daar ook wel een beetje mee. Alhoewel, kaneel puur is natuurlijk meer pittig. Maar het smaakt niet naar ananas. Het smaakt naar appeltaart. Appeltaartbier. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk niet. Dus hebben ze maar God Tie on Pineapple Pie genoemd. Vervelend. Maar wel een lekker biertje. Hij is zoet. Hij is niet te zwaar. En ik denk dat je er een paar op kan. Meestal met speciaal bier zeg je na twee. God, geef me alsjeblieft gewoon een pilsenkindje. Want dit aanstellerige gedoe ken ik nog wel. Nou, met deze kun je er wel een stuk of vier van drinken. Hier kan je niet één slok van drinken. Want dan ga je overgeven. En dat is meestal niet gezellig op een avondje als je bier gaat drinken. Delirium uit België. Hartstikke leuk. Kijk, daar is een roze olifant. Die zie je als je een delirium hebt. Wat is een delirium? Dat is een zware alcoholvergiftiging. Heb je die wel eens gehad, Jan? Daar antwoordde ik niet op. Ik was heel jong. Delirium. Strong blond bier. En hoe strong is hij dan? 8,5. Het is een stevig biertje. Maar je hebt daar geen last van. Je hebt ook stevig bier dat je een slok neemt. Dat je denkt, godverdomme wat een stevig bier. Maar bij deze is het prima. Dit is eigenlijk... een doordrinkbiertje. Hij is ook zeker niet zoet. Hij smaakt prima. Doet aan als eigenlijk een pils. En natuurlijk merk je wel dat hij ietsie zwaarder is dan een gewone pils. Maar hij is gewoon lekker. Deze kan je de hele avond drinken. Tenminste, ik denk niet dat je de hele avond dit kan drinken. Want tegen die tijd zie je inderdaad roze olifanten over de bar rennen. Maar dat is gewoon een prima drinkbier. Die leer je met België. Onthoud dat. Dat is weer wat anders dan die meuk uit Estland. Godverdomme. Brouwerij Vrolijke Jonker Trippel. En waar staat die brouwerij? Die brouwerij staat in... Ja, dat weten ze zelf ook niet. 8,5%, dus daar zit alcohol in. Ruikt stevig. Hoe proeft die? Ja.
Ja, hij proeft dus inderdaad als sterk bier. Alhoewel deze Malle Jonker dezelfde alcoholpercentage heeft als de Delirium, heb je hier echt het gevoel bij, godverdomme, wat een sterk bier. En hierbij heb je, lekker bier, doe er nog maar 4. En ik vind te sterk bier niet zo heel erg lekker, want ik wil altijd het idee hebben dat ik er nog wel 15 op kan, snap je? En deze heb je al na een paar slokken van, oh, dit wordt niet een... Het wordt niet een hele natte avond, zeg. Gaat vrije. Maar is hij vies? Nee, hij is niet vies. Het heeft een lekkere smaak. Malle Jonker van brouwerij Vrolijke Jonker maakt een lekkere trippel. En het is een prima trippel. Tijd voor de cijfers. En de cijfers zijn heel makkelijk. Die uit Estland, die krijgt een 1. Omdat het geen nullen geeft. Als ik de inhoud van een galblaas wil proeven, dan geef ik zelf een keertje over. Dan hoef ik niet een flesje voor open te maken. De got the tie on the pineapple pie. Het is een veel te lange tekst voor iets wat het niet is. Want geen hap ananas. Whisky. Het zal allemaal wel. Het is gewoon appeltaartbier. Ik weet niet of je dat moet willen. Is appeltaartbier vies? Nee. Is het lekker? Is het nodig? Nee. Deze die krijgt van mij een 5. De Malle Jonker krijgt wel een voldoende. Die krijgt namelijk een 7'tje. Omdat het een prima bier is. Het is een prachtige trippel. Wel een beetje zwaar. Ik denk dat je er na 5 denkt van misschien moet ik maar eens naar huis lopen, omdat fietsen niet meer gaat. Edoch, goede pils. Oh, dat is dan geen pils. Dat is een trippel. En de absolute winnaar is Delirium uit België met het roze olifantje. Fantastische blonde, zware blonde. 8,5%. Hier word je natuurlijk katje keil van. Maar zonder dat je echt het gevoel hebt dat je aan de zware drank zit, zoals met die. Dus deze, die prefereer ik. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook gewoon een leuk merk. En ik vind het olifantje gezellig. Strong Blond Beer uit België. Delirium, die krijgt van mij een 8. Mooi. Nou, dan zijn we weer lekker nat het weekend ingegaan. Dan spreken we elkaar weer daarna. Oh, ik ga even naar de kroeg, denk ik. Ik heb het te pakken. Ja? Dag!